De Leidse hoogleraar Judy Mesman doet onderzoek naar zaken als opvoedstijlen in verschillende culturen, vooroordelen, stereotypen, racisme en seksisme, oftewel hoe opvoeding en onderwijs het wereldbeeld van kinderen beïnvloedt. En ze heeft nu van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, meestal afgekort gewoon tot NWO, de prestigieuze Stevin-premie gekregen. En Judy Mesman is bij ons in de studio. Welkom. Dankjewel. Nou, allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met deze. Ja, is het nou eigenlijk een prijs of is het meer een soort van beurs? Een beetje tussenin, denk ik. Het is een beurs die een beetje apart is, omdat meestal je voor onderzoeksbeurzen een heel gedetailleerd plan moet indienen. En dit eigenlijk een vrij besteedbare geldprijs is. Maar wel echt voor wetenschappelijk onderzoek. Het is niet zo dat je een maand naar de Bahama's kunt. Nee, nee, klopt. Dus het is een beurs voor onderzoek. En een prijs die eigenlijk bedoeld is voor het werk dat ik tot nu toe heb gedaan. Ja. Ja. En dan is het, het is 2,5 miljoen, hè? Ja. Ja, ik vind het echt als een gigabedrag overkomen. Maar is het ook. Misschien zeg jij wel, maar wat koop je daarvoor in de academische wereld? Nee, dat zeg ik zeker niet. Natuurlijk gaat dat geld normaal gesproken vooral naar mensen. Hè, menskracht, want waarmee doe je onderzoek? Dat is toch met onderzoekers in allerlei verschillende posities. En daar gaat dat geld voor een groot deel meestal naartoe. En dat is prachtig, want dat geeft de kans om ook mensen met wie ik al een tijd werk, maar die nog geen vast contract hadden, om die en nieuwe talenten aan te trekken, om nog jarenlang mooi onderzoek mee te doen. Oké, dat klinkt natuurlijk echt heel erg mooi. Want wat gaat er met dit geld zeg maar gebeuren? Wat voor onderzoek ga je hiermee doen? Het aardige is dus dat ik geen gedetailleerd plan van tevoren heb hoeven maken. dus dat ik ook de kans krijg om in de komende jaren, als mij wat te binnen schiet, als ik een nieuw idee heb, om dat ook te gaan uitvoeren. En meestal zit er ontzettend veel tijd tussen het bedenken van iets en eventueel geld krijgen. Dus het is veel wendbaarder. Maar in grote lijnen ga ik natuurlijk verder met het werk dat ik tot nu toe al heb gedaan. En dat heeft te maken bijvoorbeeld, je noemde het net al, dat werk met het observeren van opvoedingsstijlen over de hele wereld. Ik heb op dit moment zo'n 10.000 uur aan video ouders en kinderen in 25 landen. Natuurlijk verzameld met collega's uit al die landen. En er is nog veel te weinig aandacht voor hoe verschillend opvoeding en ontwikkeling van kinderen er eigenlijk uit kan zien, afhankelijk van culturele context. Ja. En dat het ook niet daarom het ene beter is dan het andere is misschien wel de grote eye-opener. Absoluut. Ik zeg ook altijd, er zijn 100 manieren om het goed te doen. Terwijl er toch heel vaak, zoals wel met meer sociale en culturele normen, het idee is dat het zo moet en niet anders. En zeker in een multiculturele samenleving is dat soms wel eens beperkend. He, dan worden bepaalde vormen van opvoeding misschien daar wordt op neergekeken, terwijl dat niet per se slechter is, maar gewoon anders. Ja. En wat is dan, wat onderzoek, je zegt dan van ik heb heel veel video liggen, dus je doet niet alleen literatuuronderzoek, zullen we zeggen. Je kijkt niet alleen wat anderen hebben gedaan, maar hoe ziet jouw onderzoeks, dag eruit? Als jij onderzoek doet naar zoiets als opvoedstijlen of zo, hoe gaat het dan precies in zijn werk? Ja, er zit een heel team omheen van jonge onderzoekers die vaak het videomateriaal verzamelen. Hè, als ik het heb over dit type onderzoek. Dus die gaan bij mensen thuis. Meestal filmen. Onderzoeksdeelnemers die het goed vinden dat wij ze filmen. In allerlei verschillende situaties met hun kinderen. Samen spelen, samen eten. Allerlei soorten verschillende situaties. En mijn taak bestaat eruit om die mensen te trainen om dat videomateriaal te kunnen analyseren. Ja, want er zijn natuurlijk allerlei wetenschappelijke manieren van dat te bekijken. Hè. Niet alleen maar zitten en kijken, maar echt letten op details en patronen eruit halen. En ik doe zelf ook nog heel veel dat soort werk. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog steeds heel leuk vind. En ga je dan ook met mensen nog zeg maar in gesprek met die ouders misschien, of met docenten of een enquête? Komt dat er dan ook nog bij, dat soort zaken? Ja, met ouders in gesprek wat minder vaak, maar de inzichten uit die video's, die vertaal ik wel naar workshops en trainingen voor professionals die met gezinnen werken. Om dus een beetje bewustzijn te creëren over hoe opvoeding er allemaal uit zou kunnen zien. Hè, en hoe onze eigen normen ons soms daarin beperken. Maar in ander onderzoek maken we gebruik ook van surveys, vragenlijsten, computertests. Heel veel verschillende manieren zijn er eigenlijk om
te kijken naar opvoeding. Ja. Ja, het klinkt als iets wat dan al heel erg in ontwikkeling is. Maar ik las ook ergens dat je zegt, nou, er is eigenlijk nog helemaal niet veel aandacht voor in Nederland, in ieder geval voor opvoeden en misschien ook wel vooroordelen die mensen hebben, hoe ze die doorgeven. Voor opvoeden is heel veel aandacht in Nederland, maar voor de rol die opvoeders spelen in de ontwikkeling van vooroordelen van kinderen, heel erg weinig. En dat is eigenlijk wel een nieuwe lijn waar ik me al een tijdje mee bezighoud. Waar echt heel veel ruimte is nog om meer inzicht te creëren, specifiek voor de Nederlandse situatie. In de Verenigde Staten en Engeland doen ze al heel lang dit soort onderzoek. Maar dat soort inzichten kun je niet kopiëren en plakken naar de Nederlandse situatie. Dus daar hoop ik wel aan bij te dragen. Ja, juist misschien omdat die culturele verschillen zo bepalend ook zijn? Ja, elke context is anders. En de situatie, de multiculturele samenleving ziet er in die landen anders uit dan bij ons. In geschiedenis, in hoe de samenleving is ingericht. Dus dat maakt uit. Ja. En als ik nou, ik kom in één keer, toen de HEMA op een gegeven moment aankondigde dat ze niet meer meisjes- en jongenskleding meer hebben, maar genderneutrale kleding. Nou, toen sprong half Nederland zo'n beetje uit zijn panty. Klopt. En terwijl, ja, ik dacht, ja, maar ze halen alleen het labeltje weg. Maar merk je dat vaker ook misschien wel naar jouw onderzoek gekeken wordt op een manier dat mensen heel gauw heel boos worden? Ja, dat merk ik zeker. dat heeft verschillende oorzaken. Er zijn mensen die vinden het hele onderwerp, gender, cultuur, vooroordelen, gewoon stom. Ja, dat is mijn publiek niet. Mensen die klimaatverandering onzin vinden, gaan ook niet luisteren naar een wetenschapper die onderzoek doet naar het verlies aan biodiversiteit. Dat geldt voor mij eigenlijk ook. En zo'n ding met gender, vaak is het ook gebaseerd op misverstanden. Hè? Mensen lezen een kop en die denken er komt genderneutrale kleding en alles wordt dan grijs of zo. En dat is niet zo. Er is nog steeds een roze. Mijn dochter mag geen jurk meer aan. Absoluut niet. Nee. En er zijn nog steeds roze prinsessenjurken en Spider-Man t-shirts. Er staat alleen niet van tevoren al aangegeven voor wie dat bedoeld is. En dat is eigenlijk het enige verschil. En dat is toch helemaal zo dramatisch niet. Nee, dat zou je ook denken. Is het krijgen van zo'n prijs, heb je het idee dat dat misschien ook in die beeldvorming of in hoe je misschien de massa kunt bereiken, dat klinkt misschien wel heel erg, maar dat het daar iets in kan doen? Of zeg je nou, dit is toch echt iets meer voor de in-crowd? Nee, zeker niet. De Stevin-premie is ook specifiek voor onderzoekers die zich heel veel doen aan wat we kennisbenutting noemen. Dus op de een of andere manier wetenschappelijke kennis vertalen naar de maatschappij. En met dit geld kan ik ook samenwerkingen met maatschappelijke partners juist aangaan om het onderzoek direct nuttig te maken voor organisaties die daarin geïnteresseerd zijn. En als je nou kijkt naar hoe wij in Nederland dan bijvoorbeeld onze kinderen opvoeden of zo, van wat vind je dan eigenlijk dat we, waar we het meeste in misgaan als het gaat om met name zaken als racisme en seksisme. En ja, je hoort heel vaak van mensen zeggen, ja, maar ik kijk niet naar kleuren hoor, ik ben kleurenblind. Ja, het is een misverstand dat mensen kleurenblind zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat zelfs baby's niet kleurenblind zijn. Ik denk dat dat grootste misverstand er ook toe leidt dat mensen het er liever niet over hebben. Ook omdat ze het ongemakkelijk vinden om over huidskleur bijvoorbeeld te praten. En er zijn eigenlijk steeds meer aanwijzingen dat het er niet over hebben niet bijdraagt aan minder vooroordelen. Maar eerder kinderen het idee geeft dat er misschien iets heel, over dat aspect wordt nooit gesproken, dus dat is blijkbaar iets niet pluis. Terwijl ouders wel, zonder dat ze het vaak doorhebben, allerlei vooroordelen doorgeven door hele subtiele boodschappen, door woordgebruik, door dichter bij een bepaalde persoon te staan dan bij een andere. Daar is ook wel onderzoek naar gedaan. En dan krijg je eigenlijk dat kinderen boodschappen meekrijgen die je misschien niet bedoelt, omdat je er ook niet expliciet over praat. Dus dan is er ook niet een andere weg om het over dit soort dingen te hebben dan alleen die verstopte boodschappen. En is er iets van met jouw eigen onderzoek waarvan je zegt van ja, dat zou ik wel graag willen slechten, zeg maar, dat misschien dat vooroordeel of die. Ik denk de gedachte dat kinderen dit soort subtiele boodschappen niet merken. Met mijn schoolboekenonderzoek, waarin ik keek naar stereotypering en representatie, zeiden mensen, nou, dat zien kinderen toch helemaal niet, dat valt ze niet op. In andere landen is er onderzoek waaruit blijkt dat wel degelijk zo invloed kan hebben op kinderen. Dat is in Nederland nog niet op die manier specifiek onderzocht. En ik denk dat dat wel, ik ben heel benieuwd of we dat hier ook vaststellen, om ook duidelijk te maken dat zoiets, ja, waarschijnlijk wel invloed heeft, net als op andere plekken. Het is een soort, ik vergelijk het wel eens met sluikreclame. Je denkt dat je dat flesje bier niet hebt gezien in dat programma, en toch loop je naar de koelkast om er eentje te pakken. En dat is eigenlijk met al die subtiele boodschappen in kinderboeken van ouders, van leerkrachten, waarschijnlijk hetzelfde geval. Ja.
En als je dan zeg maar nooit jezelf of iemand die eruit ziet zoals jij ziet in een leidende rol of in een, misschien als een wetenschapper, dan is dat toch ergens een boodschap die misschien niet echt in je verstand zit, maar die je toch ergens voelt van dat is niet voor mij bedoeld. Exact. En is dat iets wat je van zegt van nou, ik heb nu die premie, 2,5 miljoen. Nog 5 jaar, geef me 5 jaar en ik heb het opgelost. Ja, nee hoor, absoluut niet. Dit is, het is het ingewikkelde aan dit soort grote maatschappelijke vraagstukken. Maar ook het mooie dat er altijd weer... Er verandert ook veel in de maatschappij. Hè? Dus dat roept ook steeds weer nieuwe vragen op. En zo ben ik niet in 5 jaar ineens klaar met dit onderwerp. Blijft nog genoeg te onderzoeken. Heb je wel? Ik vind soms wel eens als je hoort of leest, vooral natuurlijk die reacties, zeker op social media, het gaat er af en toe zo hard aan toe. Ja. Dat je soms wel eens denkt van, we groeien alleen maar verder uit elkaar, ja, lijkt het. Maar aan de andere kant zie je ook wel weer hele hoopvolle dingen. Maar ik vind het soms daardoor moeilijk te peilen. Zien jullie daar iets van terug in onderzoeken? Dat we verder uit elkaar, of maken we toch ergens progressie? Ik doe daar zelf geen onderzoek naar. Ik zie natuurlijk soms, ik probeer er vooral niet naar te kijken hoor, naar de negativiteit op social media. Maar waar ik probeer aan bij te dragen, dat als organisaties of gewoon mensen uit het publiek, hè, dat gebeurt nu ook, die mailen mij met een vraag. Soms op een boze toon, soms op een vriendelijke toon. Ik probeer wel altijd ook gewoon te antwoorden, hè, om in gesprek te blijven. Ja. Behalve als iemand echt gaat schelden, dan doe ik dat niet. Maar en dat is toch een manier. Ja, en in november komt mijn boek uit. Het is een publieksboek voor opvoeders die geïnteresseerd zijn in hoe je dan wel over kleur en verschil en cultuur kan praten in de opvoeding. Ja, en dat boek doet ook heel erg een poging om die dialoog open te houden en niet te zeggen het moet zo en niet zo. Maar juist die reflectie in plaats van dat we ruzie maken over wat het juiste antwoord is. Ja. Nou, misschien is dat een goede aanleiding om dan nog eens terug te komen om wat meer in detail te gaan over dat soort aspecten in de opvoeding. Heel hartelijk bedankt dat je hier even naar de studio wilde komen. En alsnog nogmaals van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs. En ik heb het idee dat het heel goed besteed gaat worden. Dankjewel.